Er wordt mij zo vaak gevraagd van waar zit nou een yoga-docent op Bali te mediteren en yoga te doen. En dit is een plek waar ik eigenlijk al een jaar of 20 kom. Dat is in Chandidasa, vlakbij de ashram van Mahatma Gandhi. En ja, dit is echt de kracht van eenvoud. Het huisje is heel klein. Het heeft alleen maar een slaapkamer met daar de douche. En het is allemaal met bamboe bekleed. Nou ja, dan zit er een klein terrasje voor waar je 's morgens vroeg de zonnegroet kunt doen. En noem maar op. Nou, ik heb net even gezwommen en al wat mooie stenen, of wat mooi koraal, sorry, en een paar schelpjes opgezocht. Dat is een soort altaartje, altijd als ik op Bali ben. Nou ja, en dan is dit natuurlijk hetgene waar ik ook heel erg voor kom. En dat is de zee. En dat is leuk. Het is nu mooi tij om te zwemmen. Ik heb ook net even gezwommen en wat wateryoga gedaan hiervoor. En ja, het is wel iets luxer geworden. Vroeger was dit allemaal niet belegd met tegels. En de schommelbank is ook nieuw te zien. Bali gaat vooruit. Dat is het huisje van de vissers. Vroeger werd er veel gevist, maar de laatste tijd worden die bootjes die hier liggen steeds meer gebruikt voor om toeristen weg te brengen. Nou ja, er zijn nog heel weinig toeristen in dit waar ik nu zit. Daar zijn geloof ik maar 3 toeristen. Nou ja, dit uitzicht, daar geniet ik nu al 20 jaar van. Met die mooie palmbomen. Nou, en ik kan wel ietsjes laten zien in de tuin. Dat is ook wel heel mooi. De tuin is ook heel geweldig. Het is een familie die heel veel aandacht besteedt aan de tuin. Daar loop ik ook bijna elke avond even een soort meditatieve wandeling. Kijk, hier zitten de bananen. Ik weet niet of je ze al ziet hier. Ja. Ja, het is een geweldig. En de kokosnoten natuurlijk. Je haalt zo je eigen kokosnoot uit de boom. Ja, en daar heb je dus, ja, geweldig, die bananen. Die zie je hier dus. Ja. Ja, het is gewoon een geweldige plek voor yoga en meditatie. En om weer lekker bij jezelf te komen. En ik vind het ook fijn dat ik hier tientallen mensen naartoe heb mogen brengen naar deze bijzondere plek. Dus, nou, wat weer genieten van yoga, meditatie en de natuur.